RTV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio. Verschillende gemeenten uit de regio zijn al bezig met de plannen om een energie-neutrale gemeente te maken. Hoe staat Druten er op dit moment voor? Nou, Druten gaat nu beginnen. Dit is de start. Ja, we gaan eerst ophalen wat of de inwoners ervan vinden, wat of ze willen. En aan de hand daarvan gaan we een beleidsplan opstellen. En wat is het doel wat het moet worden? Nou, wij hebben ons gecommitteerd aan het Gelders Energieakkoord. Dat betekent dat in 2050 dat de hele gemeente energie-neutraal moet zijn. Dat wil zeggen dat we geen niet duurzaam opgewekte energie meer gebruiken. En in 2040 dan moeten de woningen eigenlijk al nul op de meter zijn of energie-neutraal. Ja. En hoe ver is de gemeente al? Wat voor plannen liggen er al? Nou, die plannen die zijn er nog niet concreet. Er zijn aanvragen. Er zijn aanvragen binnen de gemeente voor de aanleg van zonneparken. Er is een aanvraag voor windmolens. Maar wat wij willen doen is nu eerst ophalen bij de inwoners wat zij ervan vinden, wat zij willen en kijken of dat haalbaar is. En dan gaan we daarmee aan de slag. Wat we net gezien heeft is het filmpje 17 gemeenten. En wat die 17 gemeenten die hebben afgesproken en die hebben dat ook ondertekend, een convenant afgesloten. En we hebben een leverancier gezocht voor onze elektriciteit, die elektriciteit duurzaam gaat opwekken en die elektriciteit hier in de regio gaat produceren. Dat is een stap die we als Druten al genomen hebben. Maar we moeten nog meer doen. Er wordt veel gezegd en geschreven over windenergie. Maar wat is nou waar? Dit zijn de feiten aan de hand van 10 vragen. De energiebelastingskorting. En na 15 jaar of zoiets kan het hele spul naar het bedrijf overgedragen worden. En die kan er dan zijn eigen energie van gebruiken. Prima oplossing. Het enige wat nodig is een beetje dwang aan twee kanten. Een beetje dwang. Mevrouw Schmitz. Wat vindt u van de ideeën vanavond? Nou, ik heb hele goede ideeën gehoord, maar wat ik vooral gezien heb is hele enthousiaste mensen. Heel veel mensen, dus ik ben heel blij met de interesse die er is. Ik zie mensen schrijven, dus we hopen nog een hoop ideeën gewoon op schrift te krijgen van de mensen. Maar iedereen is constructief en ik heb eigenlijk weinig negatieve verhalen gehoord. Ja, dus natuurlijk, men denkt erover mee. Ik hoor een agrariër die zegt van ja, je moet geen goed agrarische grond moet je gaan inzetten voor zonneparken. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, maar er zijn ook wel stukken grond die wat minder geschikt zijn voor de agrariër. Nou, die zou je optimaal in kunnen zetten. Dus wat dat betreft, heel veel dingen gehoord. Daar gaan we mee in de gang. We zetten het allemaal op een rijtje. En we gaan proberen daar een goede startnotitie van te maken. RTV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio.